Die snokkels, je gelooft het niet, hè? Maar de tekentovenaar mag de wereld laten toveren. Want ik ga een toverboek maken met een toverformule. En dan kan je van alles spunst maken. En het heeft natuurlijk alles met tekenen te maken. Moet je maar eens even kijken wat ik heb gedaan. Kijk, en als ik een boek ga uitgeven, een toverboek, dan moet het natuurlijk wel super cool zijn, hè? Dus ik denk dat ik het een beetje zo ga doen. Dit is de voorpagina en daar staat ook al de toverformule op. Spunst is verbeelding plus vrijheid plus spelen. En met die formule kan je alles maken, kan je echt toveren. En dus ze moeten eigenlijk gewoon toverles geven op school natuurlijk, hè? Daar ga ik natuurlijk voor. En bijvoorbeeld, kijk, dit is dan de eerste pagina. En dat is, kijk, kunst. In kunst, hè? Kunst staat kind zijn, uiten, nu spelen, thuis doen. Ik snap gewoon niet dat mensen dingen doen wat ze helemaal niet leuk vinden. Zo, hè? Want dat hoort helemaal niet bij ze. Waarom doen ze dat dan eigenlijk? Hè? Dus je kan gewoon toveren dat het allemaal verandert. Dat alles in je leven, alles wat je doet, gewoon superleuk wordt. En dat het helemaal bij je past. Dus ik heb hier allemaal al heel wat pagina's heb ik geschreven. En ja, vrijheid zit in tussenland. Hè. Iedereen die is een, dat hebben ze helemaal niet door. Dat mensen tussenwezen zitten. We zitten ergens tussen, maar dat doen we niet. We gaan er niet tussen zitten. Dus we komen tussenland, komen we nooit tegen. En hier staat precies in hoe je dat eigenlijk doet. En dat heeft alles te maken met tekenen. Dan kan je leren wat tussenland is. En dan ontdek je het ook in de echte wereld. Maar daarom is dit boekje heel erg nodig. Dus ik ga er gewoon lekker mee verder. Dus ik ben helemaal happy ermee. Echt waar, hè? Heel veel die weten niet eens dat ze een hele belangrijke taak hebben in de wereld. En dan gaan ze maar gewoon, omdat ze dat niet weten, gaan ze maar gamen. Of ze gaan tv kijken, of ze gaan er anders aan doen en zo. Maar ze gaan niet zelf creëren. En dat is zo zonde, want iedereen heeft die creativiteit in zich om zelf wat te doen. Want als je dat niet doet, dan gaat er iets heel belangrijks. Gebeurt er dan niet? En dat is heel erg jammer natuurlijk, hè? Want we moeten natuurlijk wel een beetje de natuur volgen. En doen wat we eigenlijk zouden moeten doen. Hè? Dus... En dat is gewoon je pad volgen, gewoon doen wat je gelukkig maakt met passie. Dat je alles met passie kan doen en dat je niet zo zit op de bank of oh, dat zit er niks en zo. Dat je gewoon echt barst van de inspiratie en verwondering en dat je denkt, wauw, ik wil gewoon lekker vroeg opstaan en ik wil dat doen en dat doen en dat doen. Het is het allermooiste leven en dat kan gewoon, hè? Als je maar weet hoe je moet toveren. En daar gaat het boekje over. Dus ik ga lekker verder en ik zou zeggen, hele fijne dag en tot de volgende keer.